Het personeel van de regionale gezondheidsdienst, RGD, heeft het werk vanaf vandaag weer hervat. Dit bevestigt voorzitter van de bond bij de organisatie, Rinaldo Hercule, tegenover de nieuwsdienst. Deze vakbondsman zegt dat de overheid heeft toegezegd dat het personeel de overbruggingstoelage waarover het sinds vorige maand in beraad ging, zal ontvangen. Hallo, we hebben onze leden opgeroepen vandaag. Het waren ruim langer dan een week in actie. We hebben gesprekken gevoerd met de directie en de minister van Volksgezondheid. En dat heeft naartoe geleid dat we de mensen vandaag hebben opgeroepen voor een algemene ledenvergadering. Het ging feitelijk om de overbruggingstoelage van de mensen die ze moeten krijgen vanuit de overheid. En dat is niet gestopt geworden vanaf februari. En nu hebben we maart ook erbij. Vandaar dat de mensen actie waren. En dat moest opgelost worden, zodat we de mensen weer aan het werk. De bond heeft met de minister en de directie van RGD gesproken. Hercule verduidelijkt dat het gesprek eerder zou worden gevoerd, maar dat was uitgesteld. De minister was toen ziek. We hebben gesproken met de minister als interim van arbeid. En hij heeft gevraagd als we de actie konden opschorten. We hebben gezegd, we zijn willing. Maar u moet alles wat we hier hebben besproken, moet u op papier voor ons zetten. Als u voor ons op papier zet dat u die 2 maanden gaat betalen. Maar wij willen u dan ook gelijk vragen om april ook mee te nemen. Anders gaan we weer moeten staken om april uit te betalen. Dus neemt u dat mee, die 3 maanden. En als u dat voor ons kan vastleggen, dan kunnen we met de mensen praten om zo weer aan het werk te krijgen. De bondsvoorzitter merkt verder op dat het ministerie een brief naar de bond heeft gestuurd waarbij de afspraken met de vakbond over de overbruggingstoelage zijn bevestigd. Het personeel krijgt de overbruggingstoelage over de maanden februari, maart en april, eind van deze maand, uitbetaald.